Gewezen centrale bank-governor Robert van Trick zegt dat hij het verder verloop van de strafzaak dat in hoger beroep tegen hem loopt overlaat aan het rechtssysteem. Dit deelde hij vandaag mee aan journalisten toen hij de rechtszaal verliet. Ashwin Agnew, zakenpartner van Van Trick, ex-directeur van de Surinaamse bank Postsparbank Guinmaro Kromosuto en ex-directielid van de Centrale Bank van Suriname, Farenaas Housel, staan samen met de gewezen governor terecht voor het financieel benadelen van de staat. Ik heb geen verwachting van het Openbaar Ministerie. Dat is van het Openbaar Ministerie. We zullen reageren. Kortom, 6 maart 20. De tenlastelegging werd wederom voorgelezen en alles wat in de dagvaarding is aangehaald. Toen u dat hoorde, was het iets van oké, dit klopt helemaal niet met de realiteit? Dat was het al, maar ja, je moet het aanhoren. En we laten het aan het rechtssysteem over. Ik wens in ieder geval de rechters sowieso dat veel wijsheid in deze getracht wordt om veel zaken te kunnen begrijpen. Maar we wachten het af. Okay. Ik merkte aan het eind nog dat de rechter het OM een punt maakte dat u zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van de voorlopige vrijstelling. Ja, ik denk er was even een verwarring over een paspoort, maar dat komt goed. U bent bereid uw paspoort wel in te dienen? Ik ben overal aanwezig, dus ik werk mee, ik vecht voor mijn rechtvaardigheid, that's it. Van Trick zegt verder dat hij erbij blijft dat hij onschuldig is. De manier waarop de zaak wordt behandeld zal daarom verder worden bepleit. Rick John Ayu, de advocaat van Kromosuto, zegt dat wat zijn cliënt betreft zaken tot nu toe goed verlopen. De verdachte zal zich houden aan de gestelde regels door het Hof van Justitie. Dat is gebleken toch? Hij is het is bevestigd door het Openbaar Ministerie dat mijn cliënt zich houdt aan de voorwaarden die zijn gesteld. Dus aan de cliënten niet? Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er daar is gebeurd. Dus het schijnt waarschijnlijk sprake van een misverstand te zijn. Dat kan gebeuren. U bent ready voor uw pleidooi op 6 maart, zal het verschillen? Nou ja, er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden aangedragen door het Openbaar Ministerie. Dus zal het verschillen. We zullen wat aantal dingen aanhalen en midden nadruk leggen waarom we niet, waarom van mening zijn dat hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Wat enorm zwak gemotiveerd is, vind ik zelf, is de kwestie van de criminele organisatie. Dat bleek duidelijk, dat bleek nergens uit. OM is er van mening dat het wel het geval is, maar daar is toch wel meer voor nodig dan wat zij gesteld hebben. De zaak wordt op 6 maart verder behandeld. John Ayu zegt dat er tot nu toe geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn aangedragen door het Openbaar Ministerie. Er wordt nu uitgekeken naar het moment waarbij er gereageerd kan worden door de verdediging.